Nou, we zijn al een afrastering aan het maken op de Hoge Veluwe, zeg maar, in het natuurgebied, om de moeflons uiteindelijk te kunnen behouden, zeg maar, tegen de wolf. De landschappen waar we nu in staan, die zijn Europees beschermd. En als we niks doen, dan wordt het bos. Hè. De moeflons zijn de enige soort die in behoorlijke mate geroofd den heet. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend. En dan zijn we alle open terreinen, dus de heidevelden, stuifzanden en alle daarbij behorende soorten, zijn we op een gegeven moment kwijt. Ja, zodra een oplossing voor de wolf is, willen we die moeflons weer terug hebben. En kijk, die wolf hier in het park heeft ook niet eeuwig leven. Dat zou een mooi moment zijn om die moeflons weer terug te plaatsen. Vangen zou een optie kunnen zijn, schieten zou ook een optie kunnen zijn. Wij willen van die wolf af. En hoe maakt ons niet zoveel uit, maar we willen gewoon van die wolf af.